Live aangeschoven in de studio is een heuse hockeyband. Ja, er zitten twee heren naast mij. Jullie hebben, of tenminste, je bent Cas en Mendel, zeg ik het goed? Ja, ja, dat klopt. Oké, jullie hebben een hockeynummer geschreven. En dat is een beetje als grap ontstaan uit de gedachten van een meisje, heb ik gehoord. Hoe is dat ontstaan? Nou, we hebben, zoals je zei, uit grap hebben wij een nummer geschreven. Wij hebben sinds kort een nieuw huisgenootje bij ons. En die vertelt al wat verhalen over haar avonturen op de hockeyvereniging. En hoe er ook jongens bij komen kijken. Dus als grap hadden wij eerst een nummer voor haar geschreven. Wat we eerst voor zouden optreden in het huis zelf. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen tot een nummer opnemen in een studio. En het uitbrengen op iTunes en Spotify. En iets te ver gaan, denk ik. Maar jullie hockeyen zelf helemaal niet, heb ik begrepen. Nee. Hoe kom je dan helemaal in die sfeer terecht? Alleen door één huisgenootje? Eén huisgenootje en hockey.nl. En daar de termen vandaan halen. En dan ergens los in een nummer neerzetten. En dan kijken waar je ermee komt. En ik vraag me wat af. Want kennen jullie bijvoorbeeld het nummer Ik hou van hockey? Dat is een nummer dat al bestaat. En een beetje, denk ik, hetzelfde idee is. Dat kennen we niet. Nee, dat kennen jullie niet. En waarom denken jullie... hoe schrijf je een nummer nou precies vanuit de gedachten van een meisje als man? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, wat we geprobeerd hebben is om een soort van illusie te creëren met allemaal random hockeytermen. Zodat het nummer niet per se... Zoals? Flats, voorstopper. Zelf hockeyen we allebei niet. We hadden geen enkel idee wat die woorden precies inhouden. Dus hebben we gewoon in een soort husselmachine hebben we die woorden gegooid. En die hebben we in het nummer verwerkt vanuit haar view. Dus, ja. En... ik vind dat best lastig, want jullie hoek je zelf niet. En komt zij dan met zoveel spannende verhalen thuis dat je er een nummer over kan schrijven? Of hoe zit dat? Nou, het is wel... er komen verhalen thuis, maar er komt altijd één speciaal onderwerp. En dat is die jongen. En die komt voornamelijk met de hockey mee. En dat vonden wij iets speciaals. En is die jongen ook wel eens bij jullie thuis geweest? Dat laten we even in het midden, denk ik. Oké. Maar we weten wie het is. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Kunnen we ernaar gaan luisteren? Jullie gaan het live spelen. Dus heel veel succes. Ja, dankjewel. Zeventig minuten, maar de tijd staat stil. Jij bent het enige wat telt in het hockeyveld. Lieve pa, speel je mijn hockeyteam? Lieve pa, is meer dan ik verdien. En lieve pa, een shootout met jou is voor mij nooit genoeg. Lieve pa, speel in mijn hockeyteam. Ik heb de basisgreep nooit begrepen. De dubbele V-greep werd mij net te veel. Maar als ik jou zie flatsen, dan weet ik het zeker. Jouw bolle kant was, dat is wat ik wil. En als ik het veld opsta, ik voel een hoop ongemak. Lieve pa, speel in mijn hockeyteam. Lieve pa, is meer dan ik verdien. En lieve pa, een shootout met jou is voor mij nooit genoeg. En lieve pa, speel in mijn hockeyteam. Het moment dat Bas aankomt, staat de TD pas aan. Hij staat niet minder dan een stiklengte bij mij vandaan. Maar als ik jou hoor coachen, dan ben ik onzeker. Jouw positiespel, Bas, wat is toch mijn plek? En als ik het veld opstap, ik voel een hoop ongemak. Lieve Bas, speel in mijn hockeyteam.
Lieve baas, is meer dan ik verdien. En lieve baas, een shootout met jou is voor mij nooit genoeg. En lieve baas, speel in mijn hockey team. Laat me je laatste vrouw zijn. Je bent de voorstopper van ons spel. Samen maken ze ons niet klein. Bas, jij bent nu van mij. Sla me uit het veld. Dat is nu wat telt. Oh, oh, oh. Bas, jij bent nu van mij. Sla me uit het veld. Dat is nu wat telt. Ja, dat is nu wat telt. De jongens van Kendall live in de Sleutelstad studio met Lieve Bas. Ook 's avonds luister je naar Sleutelstad. De avond van Sleutelstad. Met Robert, Suzette en Anan. Sleutelstad.